Die is niet gaan protesteren in dat kokerrokje van haar en die zwarte nylons. Ze ziet eruit als een stewardess. Haar jasje is uitgetrokken, haar blouse opengeknoopt. Ze is in ademnood. Er vliegen heel wat maatschappijen op de luchthaven van Caracas. Maar geen één heeft stewardessen met geel-blauwe uniformen. Wel is in het centrum van Caracas een school voor het opleiden van cabinepersoneel. De Escuela Superior de Aeronautica. Alle leerlingen daar lopen in geel blouse en blauwe rok. Afdankertjes waarschijnlijk van de lokale luchtvaartmaatschappij Acerca Airlines, waar tot voor kort iedereen in geel-blauw liep. Inmiddels in rood-wit. Dus ze is geen stewardess. Nog niet. Een grote rolkoffer heeft ze niet bij zich. Alleen een schooltas. Haar hoofd is erop gelegd. Op haar horloge is het 4:30. Dat kan kloppen. Haar school gaat uit om 4:00. Op weg naar huis is ze in een demonstratie beland. Kon ook moeilijk anders. Op alle grote verbindingswegen in het centrum is het raak. Activisten van de oppositie lopen in hetzelfde geel-blauw als zij. Zou de politie daarom een traangasgranaat in haar richting hebben geschoten? Links tussen de benen van de omstanders is een gele stoeprand. Ze ligt op het wegdek, op de voorgrond een open rioolput. Daar is ze in een wolk traangas in elkaar gezakt, met haar knieën op het asfalt. Vandaar de ladders in haar nylons. Voor hetzelfde geld was ze in de put gevallen. Er zitten geen zware dingen in de plastic zak. Anders had de man die zijn hand zo zorgzaam achter haar hoofd houdt, de zak niet bovenop haar arm gelegd. Medicijnen zou kunnen, medicijnen zijn licht. Maar er is een gillend gebrek aan medicijnen in Venezuela. Een van de vele redenen dat de bevolking in opstand komt. Toch is ergens een inhaler vandaan getoverd. De vrouw die naast haar knielt heeft hem vast. Is hij alweer leeg dat ze er zo wanhopig mee zwaait? Dat verdomde traangas ook. Zogenaamd onschuldig, je wordt tijdelijk uitgeschakeld. Maar ik vertrouw het voor geen cent.